Rotary Nuenen organiseerde onlangs The Voice of Nuenen. Tijdens de derde en tevens laatste voorronde werden de laatste finalisten bekendgemaakt. Waaronder Pleun Bierbooms en Evi van der Maat. Drie mensen, kandidaten, talenten gaan door naar de halve finale. In de zin, op 10 mei worden we die doorgaan naar de halve finale, is Evi. Roos naast Roos. Dan mag er nog eentje mee, hè, naar de zin 10 mei. En dat is Roffeltje erbij. Roffeltje erbij. Pleun. Om zich goed voor te kunnen bereiden op de halve finale regelde de organisatie een workshop waar de kandidaten allerlei adviezen kregen. Want jullie moeten wel zingen, waarom? We willen ze heel graag allemaal een kans geven om nog beter te presenteren. En daarom hebben we DJ Bompa gevraagd, mijn kledingadviseur René gevraagd, Mark Elbers is er weer bij. Iedereen heeft zijn best gedaan om, ja, hier iets te vertellen, waardoor iedereen weer, ja, nog beter weet waar hij mee bezig is en waar hij nog aan moet werken. Je nam iedereen mee, je zweefde weg. Denk aan engelen. Nou, wat hebben engelen aan? Wat voor kleur? Wit. Dat je toch opvalt, maar hou op wit als boventoon bij jou. Dat is prachtig. Dank je wel. Ja? Ja. En verder, ook met de lichaamstaal kan je ook heel veel doen. En ik kijk liever naar een artiest die dit doet en die ook nog goed kan zingen. Die ook nog iets wil brengen. Dus ik vind ook met jouw lichaamstaal, ook al heb je een rustig nummer, met jouw lichaam kun je ook heel veel doen. Dus daar zou ik ook aan gaan werken. En dat kan je doen door voor een spiegel te gaan staan. Ja. Je hebt hele mooie gelakte nagels en je hebt hele mooie handen, dus gebruik ze ook. Doe ze maar open. Niet te klein hier bij je, maar ga maar een beetje verder. En Adele maakt het wel heel gesloten, vind ik. En ik denk wel, ook al zing je een lied van Adele, dat je wel wat meer van jezelf mag geven. Ja, ik heb een tijdje geleden nogal eerder gezegd, ik heb jou een bos horen omzagen, ja. Met je stem. En dat was zo helder, zo mooi, dat ik dacht dat jullie mam het was. Ga kijken naar acteurs, ga kijken naar andere artiesten, ga kijken op YouTube. Als mensen een gevoelig nummer zingen. Celine Dion, heel mooi voorbeeld. Kijk wat zij doet. Ik zeg niet kopieer wat zij doet. Ik zeg kijk wat zij doet. Gebruik wat zij doet voor jouw eigen goed. Ja. Dus probeer daar iets mee te doen. Dat geldt ook weer voor jullie allemaal. Probeer te kijken naar andere artiesten. Leer daarvan. Na al deze adviezen mochten de kandidaten nog een keertje zingen. De adviesgevers zijn erg tevreden over het resultaat. Nou, je merkt dan als iedereen zijn nummer nog een keer doet, na al die aanwijzingen, dat er gewoon weer verbeterd is. En dat is maar eigenlijk zonder thuis te oefenen. Dus als ze er thuis mee aan de slag gaan, weet ik zeker dat dit zoveel impact heeft. Nou, ik zou de kandidaten zeker mee willen geven dat ze veel aandacht besteden aan zijn uiterlijk, de uitstraling op zich. Het sociale na het optreden. Het optreden op zich, dat is altijd wel mooi als je dan contact kunt krijgen met het publiek. Maar het contact houden met het publiek, dat doe je dus naderhand. Dat is heel belangrijk. En echt laten zien dat je een artiest bent. En dan praat ik niet over dat je arrogant moet zijn of zo. Maar je praat gewoon dat je sociaal moet zijn en dat je ook wel degelijk, net zoals ik nou doe, de camera opzoek. En tja, het was onze camera die de dames uiteindelijk weer opzocht. Net voor de halve finale in Café De Zin. Nou hoorde ik alleen dat er vorige week was er een of andere workshop, maar daar was jij niet bij. Nee, ik kon niet. Vertel. Ik ging op vakantie. En nou? Ja, heb ik je gemist.
Ja, we kregen heel veel te weten over gewoon alle dingen in de muziek en over hoe je het beste kan presenteren op podium. Daar heb ik wel veel van geleerd. Dus ik heb heel veel geoefend met mijn zangles en thuis heel veel voor de spiegel kijken hoe het het mooiste is, het mooiste staat. En veel oefend. Iets anders. Bij The Voice of Holland, dan zie je de kandidaten onderling altijd en die leven met elkaar mee. Hoe is het bij The Voice of Nuenen wat dat betreft? Ja, ik heb al vrienden gemaakt en nieuwe mensen leren kennen. En het is gewoon heel gezellig. Dus, ja, ik gun het de anderen ook en ik heb er gewoon veel zin in. En, Oh, thinking about the young years. God only knows what we're fighting. En de dames vertellen hoe ze hun kansen inschatten. Niet. Nou, vertel. Nee, echt niet. Ik denk echt niet dat ik win of zo, hoor. Waarom niet? Omdat er kei goeie bij zitten. Gemiddeld, ja. Er zijn echt goeie bij. Iedereen is goed, dus. Na alle optredens werd bekend welke 3 van de 10 kandidaten uiteindelijk doorging naar de finale. Kom maar lekker naar voren, er is hier plek genoeg. Applaus in ieder geval alvast voor de kandidaten van vanavond. Hè, want, de eerste die doorgaat naar de finale 27 mei is Felix Meijers. Meijer. Felix. Hoe is dat, jongen? Gaan we naar de tweede winnaar die doorgaat naar de finale. Anna Luna Verschuren. Hey. Proficiat. Super. Tevens publiekslieveling. Pleun Bierboom. Okay. Ja. Jammer dat van de 2 kandidaten die wij volgden er toch eentje moest afvallen. Evie, niet door. Wat vind je ervan? Jammer, maar ja, ik gun het er wel. Ja. Ja, vertel. Wat vind je van hun? Ja, ze zijn gewoon kei goed. Dus ja. En wat ga jij nou doen? Door oefenen. Ja? Proficiat? Vertel. Ja, ik heb er echt van genoten. Ik vond het zo leuk. Ja, ik heb echt heel veel zin in die finale. En al die anderen zijn ook zo goed. En ik ben zo blij nou. Ja. Ja, toen straks zei je, ik verwacht 50-50 kans, hè? Maar ja, je bent er wel nou. Ja, gelukkig wel. Ik had het ook echt niet verwacht. Nee. Oké. Hé, en de finale, ja, dat is op een groot podium bij de kleurencaravaan. Heel veel mensen, denk ik. Zenuwen? Ja, sowieso wel. Ik denk wel gezonde zenuwen. Dus ik ga gewoon mijn best doen, net als hier. En dan komt het wel goed. En op 27 mei was het zover. Tijdens de kleurencaravaan, de finale. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar ik kan echt niet wachten tot de optreden. Maar net voor het optreden op dat grote podium werd het toch wel erg spannend. En zeker ook omdat ze het moest opnemen tegen nog 2 hele goede kandidaten. Felix Meijers en Anna Luna Verschuren. Namens Rotary Nuenen en de Rabobank Donderspreek bij de allereerste finale van de Rotary Rabobank Voice of Nuenen. De jury. Helemaal rechts, Mark Elbers. In het midden Paula Snoeren. Applaus voor Paula. En helemaal links Lisa Vrijen. Ja, Nunissen. Ook Nunissen, hè? Allemaal Nunissen. Jij krijgt van Adriaan. Alsjeblieft. En heel veel succes. Leuk, bedankt. Jij gaat het ook maken. Heel veel succes. Ik kom later bij jou terug.
We beginnen in eerste met de kandidaten een geweldig applaus te geven, want er zijn altijd verliezers en winnaars. Maar ze hebben allemaal fantastische best gedaan in de afgelopen weken. En om hier te gaan staan is een heel dik applaus waard. Dames en heren, de kandidaten van de Rabobank Regionale 2012. Ja, dan moet er toch eentje in eerste instantie afvallen, klinkt ook wel zo. Derde is geworden in Rabobank Voice of Nuna is Anneluna met 56 punten. Applaus voor Anneluna. En de winnaar van de... Hebben we een roffeltje of niet, DJ? Geen een roffel? Nee, ik heb niks. Oh ja, hoppakee. De winnaar 2012 Rabobank Voice of Nuna is geworden. De kleinste en de jongste. Pleun! Proficiat Pleun. Pleun, de eerste prijs. Een professionele fotoshoot bij Studio Jongeven en een audio-opname. Betekent nou natuurlijk ook iemand hebben die tweede is geworden. En niet zomaar iemand. Felix Meijer. Applaus voor Felix. Geweldig jongen. Super. Trotse vriendinnen wachten haar op om haar natuurlijk meteen te kunnen feliciteren. Maar ook papa. Omdoen. Lekker publiek. En natuurlijk mama. En wij, want het is toch een leuke bijkomstigheid dat een van onze kandidaten ook nog gewonnen heeft.